Hoe voelt dat nu zo voor jou, zo vroeg op de morgen deze dag? Nou, het tijdstip, daar schrik ik niet echt van. Maar goed, het is wel een spannende dag en een lange dag. Want voordat we alle uitslagen hebben, dan denk ik dat het een uur of half twaalf uur is. Maar goed, het is een hele spannende dag. Zou jij een voorzichtige verwachting durven uit te spreken voor wat het jullie gaat brengen vandaag? Nou, als het minder als 4 zetels zijn, dan zou ik teleurgesteld zijn. En alles daarboven word ik heel erg blij van. Kunt u al wat zeggen over de opkomst hier? Ja, wij vinden het niet druk en ik denk dat de opkomst niet al te hoog is, maar in percentages wordt het niet uitgedrukt. Want iedereen mag overal komen stemmen, dus je kunt heel moeilijk zeggen of het heel veel wat de verhouding is. Ja, prima. Goed. Dank u wel. Okay. Succes vanavond. Belangrijke dag ook voor jullie vandaag? Ja, zeker. We kijken hier naar uit. Al jaren, dit is de kans om de toekomst van Altena vorm te geven. Waarom moeten de mensen volgens jou vandaag echt naar die stembus komen? Nou, als je niet stemt, dan heb je in principe geen mening. Hè? Dus ik hoor wel mensen op straat die overal meningen over hebben, maar dan vervolgens niet stemmen. Met het argument van het is toch allemaal niks. Ja, vandaag stembiljet, succes. Dank je wel. Kijk eens. Doe mijn best. Gaat-ie. Zo, dankjewel. Klopt. De uitslagen op Fort Altena, durf jij daar enige verwachting over uit te spreken? Ja, je moet positief denken. Zo zit ik nou eenmaal in elkaar. En ik moet u eerlijk zeggen, ik gok op een 7 à 8 zetels voor Altena lokaal. We hopen op 4 zetels. Dat zou mooi zijn. Zou je ons wat kunnen vertellen over de opkomst? Ja, we zitten inmiddels we zaten om 10 uur op net iets over de 5%. Normaal gesproken zijn hier hele trouwe stemmers, dus ik ga ervan uit dat we vandaag ook weer een hoge opkomst gaan halen. De verwachting is wel dat het gemiddelde iets lager is dan normaal, omdat er natuurlijk landelijk geen minder aandacht voor is geweest. Maar ja, het gaat goed, zoals jullie zien loopt het lekker door, dus we hoeven ons niet te vervelen. Hoe is de opkomst hier vandaag? Ik vind hem matig. Voor zo'n grote gemeente vind ik het matig. Ja, tot nog toe hebben we er 110. Nou, het is halverwege de dag. Ja. Het had beter gekund. We hadden gehoopt op meer, maar niet verwacht eigenlijk. Dus. De opkomst is 8% ongeveer. En het loopt eigenlijk heel de tijd lopen door. Dus dat is erg fijn voor ons en voor de verkiezers. Hoeveel mensen kunnen jullie verwachten vandaag? Enig idee? Rond 800 kunnen er komen. Maar of dat zal lukken is altijd een verrassing.